Ik woon in Amsterdam. Al mijn vrienden Ajax-zieden. En die zijn in paniek. Ik zeg, oh, jullie waren toch de beste? Nu weet je hoe dat voelt. Ik zeg, het is wel eens leuk om iedereen weer met beide op de grond te zien. Een paar jaar geleden hadden we het eigenlijk over het Bayern München van Nederland. Ajax was ongenaakbaar, ieder jaar Champions League. Is nou eigenlijk uiteindelijk door die hele rel rond Overmars de boel helemaal in elkaar geklapt? Of kijk jij daarna? Nee, dat denk ik toch niet. Nee, ik denk niet dat het alleen maar met Overmars te maken heeft. Ik denk dat het toch wel in zijn geheel te maken heeft met de leiding. En het is soms ook wel een beetje geluk hebben. Hè? Ajax heeft dus achteraf een lichting toe gehad. Met Frenkie de Jong, met Matthijs de Ligt. En had ook een elftal, hè? Met jongens als Daley Blind en Tadić. Waar bijvoorbeeld een Donny van der Beek dan kon shinen. Die net niet dat niveau bijvoorbeeld heeft wat een Frenkie de Jong wel heeft. Ja, en wij dachten eigenlijk nog dat Ajax een beetje zou gaan doen wat Bayern in Duitsland doet. Hè. Gewoon jaar op jaar op jaar. En sterker nog, zo waren ze ook wel bezig in Amsterdam. Er werden best wel dure spelers gehaald die soms een miskoop bleken te zijn. Nou ja, en je ziet wat één zo'n jaar kan doen dan. Dat je niet eens zelfs tweede wordt, maar zelfs nog derde. En wat er nu eigenlijk... Kijk, Ajax moet ook helemaal opnieuw gaan bouwen. Ik bedoel, Ajax heeft misschien wel een paar hele goede spelers binnengehaald die wij nog niet kennen, maar die moeten ook nog ingespeeld op elkaar raken. Dus ja, voordat we het echte Ajax gaan zien, zijn we misschien wel een hele tijd verder. Kijk, op een gegeven moment is er altijd verandering. Ik weet wel, bij Milan hebben we jarenlang heel veel succes gehad. En nu heeft het geloof ik wel 12, 14 jaar geduurd voordat Milan weer een keer kampioen werd. Dus, ja, dat heb je gehad bij Man United nu ook, hè? Ook een tijd geleden na Ferguson. Ja, dat is een golvende beweging. En de tegenstanders die zitten niet stil. En die doen weer hele andere dingen. En die proberen op een andere manier succes te krijgen. Ja. En dat hoort ook een beetje bij het leven. Maar ik denk dat het wel moeilijk wordt. Omdat moet je kijken welke spelers allemaal weg zijn. En andere spelers hebben meestal wat langere tijd nodig om erin te komen, om zich aan te passen. En nu hebben ze een heel nieuw team. Ze hebben jonge jongens die erin komen met Hato, Vos ook. Die linksback die er ook bij komt nu. Dus het is best wel moeilijk om nu gelijk een heel goed team te bouwen. En dus ik denk dat het best wel nog 2-3 jaar kan duren voordat Ajax weer helemaal terug is aan de top. Ik vind dat ze ook Blind en misschien ook wel Tadić vrij gemakkelijk nu hebben laten gaan. Waardoor eigenlijk weinig houvast is. Wie zijn nu de leiders bij Ajax? Ja. Steven Bergwijn begrijp ik. Ja, dat is de captain. Ja. En Berghuis is ook niet eens altijd zeker van een basisplaats. Maar dat is wel een probleem. En kijk, tuurlijk, je hebt heel veel spelers binnengehouden. Met de toezegging, volgend jaar gaan we meewerken aan het transfer. Hè? Met Alvarez, met Timber. Maar ja, als die inderdaad allemaal weggaan, dat zijn de sterkhouders. Dus daar moet de rest zich aan optrekken. Ja, en Ajax heeft ook wel heel veel pech gehad, ook met die laatste lijn. Kijk, ze halen bijvoorbeeld Kaplan. Die heeft nog geen wedstrijd gespeeld in het eerste. Kijk, als die vorig jaar had kunnen spelen, had je misschien defensief wel iets hebben staan waar ook de rest zich een beetje op had kunnen trekken. Maar ja, het is een combinatie van pech, mislukte aankopen. En ja, dat kun je misschien wel een beetje aan beleid wijten. Hierachter heb je de Nes. Dat is een straatje, een Amsterdamstraat. En dan had je vroeger daar misschien nog wel een theater. En dat heette De Brakke Grond. En daar had je heel vaak experimenteel theater in de brakke grond. Zo werd het genoemd, want er waren hele gekke toneelstukken. En daar doet Ajax op dit moment aan denken. Misschien wordt het allemaal fantastisch. En hebben ze een mix van spelers waarvan nog niemand echt heeft gehoord. En wordt het iets sensationeels. Maar even afwachten. Ik woon in Amsterdam. Al mijn vrienden Ajax-zieden. En die zijn in paniek. Ik zeg, oh, jullie waren toch de beste? Nu weet je hoe dat voelt. Ik zeg, het is wel eens leuk om iedereen weer met beide op de grond te zien. En tuurlijk hebben we ook een goed Ajax nodig, maar geef het nog even een kans. Maar ze zijn al meteen, hebben ze een oordeel, niks is goed. Alles is niks wat ze gekocht hebben. Geef het even een kans. Maar de paniek in hun ogen is wel heerlijk. Ik moet echt, ja sorry, ik moet erom lachen, want ja, daarvoor keken ze niet eens naar een ander. Vitalo maakt in ieder geval een enorme goede indruk op de training, laat de teamgenoten weten. Maar zo'n Medic, hij staat natuurlijk bekend als een data-Duitser. Maar als je dan die eerste wedstrijd hebt gezien, los van die eerste waanzinnige goal, dan denk je toch van ja, is dit nou het niveau wat Ajax moet nastreven?
Ja, het zijn heel veel gokjes, hè? Want hij komt eruit van de St. Pauli, tweede Bundesliga. Nou, ze komen er ook uit de tweede liga in Frankrijk, de Premiership in Engeland. Dus het zijn best wel veel gokjes. Ja, natuurlijk kan er een gelukstreffer tussen zitten. Akpom heeft er niet van niks zoveel gemaakt bij, op het tweede niveau in Engeland. Dus, maar of het inderdaad weer de pareltjes zijn die uiteindelijk ook weer voor Ajax gaan betekenen, het is wel een grote gok. Maar goed, daar kan je dan wel, maar dan moet er dan wel een prijskaartje aan hangen waarvan je denkt, nou, en er zijn toch behoorlijke bedragen uitgegeven. Dus je kan aan het eind van de rit wel zeggen, ja, veel meer binnengekomen dan er wordt uitgegeven. Maar je moet afwachten wat de restwaarde is uiteindelijk. En dat weet niemand. Misschien hadden ze toch even moeten volhouden met Overmars. Het is heel vervelend wat er is gebeurd. Alleen, hij had toch wel, die magie had hij wel binnen Ajax. En onder hem liep het gewoon fantastisch.